Ik had hier liever met de overwinning gestaan, ja. Maar ja, dat geldt voor elke voetballer. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Vanaf het begin was Graafschap de ploeg die alles won. En, het publiek eraf gekregen. En ja, dan weet je hoe het kan zijn hier in de Vijverberg. Dus ik kan niet anders zeggen dat Graafschap hier verdiend heeft gewonnen. Ja, jij weet dat als geen ander natuurlijk hoe dat hier kan zijn, kan spoken dan. Ja, klopt. Nou, spoken. Graafschap heeft het gewoon puur afgedwongen op vechtlust, op duels winnen, op wilskracht. En daardoor winnen zij hier. Waren jullie daarin verrast? Want je weet eigenlijk toch dat de Graafschap zo voetbalt? De voorbereiding dan heb ik, de trainer en Buijs hebben ze iedereen zo goed mogelijk op voorbereid dat het hier een echte heksenketen kan zijn. En, vandaag een of andere manier kwam het er niet uit. Jij hebt eigenlijk twee momenten gehad om Roda terug te brengen in de wedstrijd. Ja, klopt. Ik denk dat de eerste kans, als je die erin zit, dan staat 1-1. En dan is het een hele andere wedstrijd. En vlak daarna scoren hun de 2-0. Misschien is het daar wel gespeeld. Je krijgt nog een kans op de penalty. Of met de penalty. En die mis je. En dan verlies je hier met 3-0. Ja, al met al, dus ook niet jouw avond? Nee, zeker niet mijn avond. Ik heb wel mooiere avonden hier gehad. Ja, een 3-0 nederlaag, de laatste keer inderdaad. Wat de Graafschap tegen Roda speelde, was een hat-trick van jou, de 3-1 toen tegen Roda. Ja, die kan ik me nog heel goed herinneren, ja. Ook tegen Roda. Ja, jullie hadden vandaag misschien wel gedeeltelijk al veilig kunnen spelen, tenminste, als je kijkt naar de stand. Ja, als je vandaag had, gewoon had je hele goede stappen gemaakt. Maar ja, gelukkig hebben we volgende week weer een kans. Als jij dit Graafschap ziet spelen, denk je dan dat de Graafschap in de Eredivisie gaat blijven? Als ze doorgaan wel, ja. En kunnen jullie volgende week natuurlijk mee helpen dan tegen Cambuur? Als hun niet direct erin blijven, dan zal het vast wel in de na-competitie, denk ik. Als het zo doorgaat. En als wij volgende week winnen, dan helpen wij hun daarbij inderdaad. Nou, voor jou nu de focus dus op Cambuur? Ja, we gaan eerst dit verwerken en dan gaan we rustig naar Cambuur toe.